Het is natuurlijk zo, wanneer je in een levensfase komt, dat je denkt van nou, ik ga niet te veel plannen, want ik weet niet hoe lang ik nog leef. Is het wel zo dat je dat het kaler wordt in je eigen leven ook. Ja? Het gaat steeds meer. Kijk, je hebt in het leven heb je natuurlijk een periode dat je middelpunt vliedend bent. Je onderzoekt alles enzovoort. En dan komt er een periode dat je meer naar het centrum toe gaat. En dat is ook eigenlijk toch het leven en het eeuwige leven. En je kijkt veel om, je kijkt nog een beetje vooruit, maar je leeft vooral, en dat is misschien het antwoord, in het nu.